En hij moet droog komen te zitten af en toe, zodat die wortels kunnen ademen. Mm-hmm. Als je hem continu erin laat, als het water continu zou stromen, dan gaan die wortels op den duur verstikken. Beste kijkers, welkom bij deze aflevering van Plantaardig. Vandaag zijn we in het district Paramaribo op bezoek bij meneer Cedric. Nou, meneer Cedric die plant anders dan normaal. Meneer Cedric, hoe gaat het? Hey, ik ga het. Nou, mm-hmm. Even wat mooi systeem hier ontwikkeld. Ah, ik moet checken want de voeren want terroriseren met peperijen. Oké. Hoe bent u in aanraking gekomen met zo'n systeem? Nou, ik ben iemand die zoek krachtkennis op het internet. En toen kwam ik hydroponics tegen en aquaponics. En ik ben een beetje gaan verdiepen erin van, wat is het eigenlijk? Ik zei, kijk, ik hou van planten. Ik kom uit Quetta, landbouwbuurt. Mm-hmm. Maar soms, als je ergens woont en het een beetje onder water loopt. Kijk, waar we hier staan nu, als het regent, dan heb je een leuwe kopijt. Ik zei, weet je. Maar dan wil je toch gaan landbouw doen. Kijk, ik heb mijn tuin daar en je ziet wat er gebeurt met het water. Dus dacht ik van, hey, hoe kan ik dat oplossen? Ik zag op het internet van je kan met hydroponics planten in buizen, PVC-buizen, je kan planten in bakken en zo. En dan ben ik eens begonnen met aquaponics. Aquaponics is goed met vissen, is dat niet? Mm-hmm. En ik heb ze nog geïnteresseerd gegeven vandaag, dus dan moet je direct niet aan. Want terwijl we takken de aardje en dan kan de andere keer de mono. Een speciale voeding? Ja, dat is gewoon vissen voor, dat je gewoon voor aquarium vissen zou zetten. Zijn ook speciale vissen dan? Nee, het zijn tilapia's en een paar karpers die ik had gehad, lang terug. Mm-hmm. Ik heb ook een paar libaquis die ik had gevangen, die houden dat in schoon. Maar in principe kunnen we alle vissoorten gebruiken, kweken of waar? Nou, op het internet heb ik gezien dat tilapia's beter zijn. Omdat ze eten meer en hoe meer ze eten, hoe meer ze poepen. En dat gaat in het water, dat lost op. Mm-hmm. En als dat is opgelost in het water, dan wordt hij gepompt. Kijk, een pomp hier. Mm-hmm. Een pomp is nu niet aan, hè. Maar hij gaat aan om de half uur zo. Mm-hmm. Hij moet om de half uur ook aangaan. Mm-hmm. Want die wortels moeten ook lucht krijgen. Okay. Zie je? Wat je hier ziet is die vissenafval. Okay. En hij moet droog komen te zitten af en toe, zodat die wortels kunnen ademen. Mm-hmm. Als je hem continu erin laat, als het water continu zou stromen, dan gaan die wortels op den duur verstikken en dan smelten die planten. Oh, dan gaan ze verwerken. Gaan ze smelten. Maar ik zie wat mooi medium. Kunt u ons misschien vertellen wat voor medium gebruik je in die potten? Oh, dat zijn kleikorrels. Het is eigenlijk dezelfde functie als wanneer je aarde zou zetten, toch? Mm-hmm. Maar omdat, kijk, je kan geen zand zetten erin, maar dat zand gaat dan in het systeem gaan. Mm-hmm. En dat zand houdt ook bepaalde stoffen erin vast. En dan weet je niet meer wat je eigenlijke concentratie is, vooral bij aquaponics. Dus dat je gewoon kleikorrels, die geven hem de groene stevigheid alsof hij in de grond zou zitten, toch? Dat naar voor aan de wankel want. Ja, ja. Dat is een pap, dat meedraait. In aquaponics heb je niet een te hoge waarde, omdat je moet nagaan vissenafval. Het heeft een bepaalde ppm. Ppm geeft aan de voedingswaarde. En dat is niet zo hoog. Ik ga het even voor je demonstreren met een cup. Als je een beker hebt, dan gewoon even voor je opmeten. Gewoon zo. Ja, want dat zou ik vragen. Ja. Want dan werk je met gevoel? Of wat? Nee, je werkt niet met gevoel. Bij aquaponics werk je niet met gevoel. Dit is een TDS-meter. TDS staat voor Total Dissolved Solution. Dus wat is opgelost in het water. Dat is niet altijd je juiste waarde. Hè? Want kijk, zoals je dit hier hebt gezien. Adrepis, ja. Mm-hmm. Dat is niet opgelost. Dus dat heeft ook bepaalde waarden erin die de plant kan gebruiken. Als ik het gewoon even zo zet in mijn water. Ja, dat druk ik op hold. Mm-hmm. Dan geeft hij me aan dat hij 260 ppm heeft. Maar het kan veel meer zijn, omdat je moet nagaan wat is gaan droog zitten daar. Die plant haalt ook daaruit wat. Dat is van meestal aquaponics is lager, omdat het geen extra stoffen erin heeft. Het is puur wat die vis heeft gegeten en zijn uitwerpselen en zo. Dus dat kan je zo meten. Mm. Maar wordt het ook ooit ververs? Dat water? Uh-huh. Op zich niet hoor. Het is gewoon die vis woont erin. Zit die bubbels erin? Die, die luchtbellen erin? Uh-huh. Dat komen van een luchtpomp. Dus dat water krijgt zuurstof. En het is dan geen reden om hem te verversen. Als jij continu zo zit, zodat die vissen dan zuurstof nodig hebben, dan kan je gaan verversen. Mm-hmm. Dus je doet beide eigenlijk, beide systemen. En daar heb ik, uh-huh. Lisa, denk je, laat ik hem even opschrijven hier. Heb ik hier, hierin heb ik hydroponics. Mm-hmm. Hierin heb ik een opgeloste concentraat van voedingsstoffen,
zure zouten en zo. Dat zijn dezelfde stoffen die in de grond ook voorkomen. Maar in aquaponics en hydroponics bedoel ik, dan los je het op in het water. Die wordt ook gemeten. Die wordt ook gemeten, ja. Inzetten, pap. Hold. Oké. Deze geeft 198. Maar maal 10. 10, wow. Dat wil zeggen, hij is 1900 zoveel ppm. Eigenlijk wel hoog, maar vandaar dat je dit ziet, hè? Oh, verbranding. Verbranding. Dat wil zeggen, in de afgelopen dagen heb ik veel verdamping gehad. En door die verdamping is die concentratie sterker geworden. Dus wat moet ik doen? Dan haal ik een beetje eruit, zet ik wat regenwater eraan toe. Mm-hmm. Dan daalt hij weer een beetje. Dat legde ik u net al uit, hè? Van wat je kan krijgen wanneer je een te hoge concentratie hebt. Je plant voor alles hier. Dus, een beetje tireblad. Ja, eigenlijk moet je maar één gewas planten. Omdat je dan met dat ene gewas beter kan controleren. Mm-hmm. Ik heb wel gezien dat aquaponics, hier in aquaponics kan je makkelijker tireblad en zo planten. Bladgroente groeit makkelijker in aquaponics. Maar heb je dingen die vruchtdragende planten zijn, dan moet je wel een hogere ppm hebben. En daarvoor is die hydroponics er. Oké, dus zo werkt het. Ik heb, dit heb ik ook erin, hè. Dit is die basilicum. Mm-hmm. Ik noem hem mijn tester. Maar zolang die concentratie een beetje te hoog is, dan ga je het merken aan die bladeren van hem. Dat hij, sabi, dus hij is die man die reageert op minste geringste. Dus hij geeft makkelijker sneller een symptoom. Hij geeft sneller een symptoom van het water is te sterk of zo. En dat verschilt bij elke plant. Hè. Uh-huh. Elke plant heeft dat apart. En ik zet soms ook nieuwe plantjes die ik gewoon heb gekocht. Zet ik ze eerst gewoon met cup en al even erin. Ja. Ik vaar dit zo, bewust zodat hij wortels kan geven. Uh-huh. En wanneer hij meer wortels gegeven heeft, dan zet ik hem over. Dus ik ga eventjes jullie wijzen hoe ik het doe. Zoals ik je zei, ik zet hem soms erin. Laat hij wat wortels geven dwars door die cups heen, waarin ik hem heb gekocht. En wat volg je dan? Oké, daar. Heel mooi. Heel eenvoudig. We hebben hier een bakken wat we nog gebruiken tomorrow. Oké. Dus ik zet hem even los, zodat die wortels niet kapot gaan. Zie je? Hij heeft meer wortelvormen gegaan aan de onderkant. Uh-huh. Dus spoelt hem gewoon even af in water. Alle zand moet er vanaf. Kijk, zie je het water heeft witte dingen. Hmm. Maar soms heb je in zand ook schimmels. Hè? Okay. Dus die schimmels moet je voorkomen dat ze gaan naar je dingen. Want als één schimmel daar komt, is dat een probleem. Oh, dat is een gezonde feest. Hebben alle andere planten er ook last van. Iets groter pad. Precies. Oké, ze is schoon. Dan zet je hem hier door. De bedoeling is dat gewoon die wortels erdoor komen. Dat moet nog? Ja. Waarom? Omdat je moet hem voorzichtig doen, zodat je geen wortels kapot maakt. Het helpt gewoon om hem omgekeerd te houden hoor. Oh. Nee, vinger rustig, ik heb sapang, vinger pap, rustig. Oh. Dat je die wortels niet beschadigt. Zie je, zo is hier, pap, dan trek je hem weer rustig naar boven. Zo, zodat die wortels aan de onderkant genoeg zijn. En dan hem hier gewoon vast zo. Oké. Okay. En je vroeg me net over die korrels. Uh-huh. Hiervoor dienen die korrels, om die stevigheid te geven. Nee, voor het steunen. Voor het steunen. Als we van er in stand zou zitten. Uh-huh. Zie je, dan zit hij. En die gaat terug in het systeem. En dan gaat die nu in het systeem hier. Zie je, die wortels moeten gewoon lang zijn. Dit zijn gewoon wat stukjes hout die eraan zijn gebleven. Die geven geen schimmels of zo. Zet je hem rustiger in. En wanneer die pomp aangaat, over dadelijk een paar seconden gaat die pomp aan. Dan begint het systeem te circuleren. Uh-huh. En dan voelt hij al die voedingsstoffen naar boven. Uh-huh. Dan moet ik deze paprika al weghalen, want het is niet liben, ja. De vogel kan gewoon denken dat ik naar die dingen praat. Maar dat heb je, zolang je rode vruchten hebt, heb je dat die vogels eraan gaan komen. Zo. Maar hoe u net heeft overgeplant in een grotere pot, is er geen sprake van, of heeft u opgemerkt bijvoorbeeld een overplantschap? Over dat hij een beetje aan slap even, als knikje even. Die wortels nemen die voeding direct op zolang je begint te circuleren. Dat is het voordeel van aquaponics. Kijk, andere dingen die ik heb. Hè. Hier is het elektronisch. Mm-hmm. Wat doe je als een keertje stroom uitvalt? Ooit. Ik kon wel eens die stroom uitvallen. Mijn voor mijn idee. Alle planten waren zo flauw. Uh-huh. Ik stond op het punt om alles weg te gooien. Uh-huh. En daarna begon het water te stromen. Uh-huh. En binnen een mum van tijd waren ze weer allemaal flink. Wat je hebt, het verschil, vooral bij aquaponics. Als je een plant zou verplanten van zand naar zand. Ook al zou je hem in het zand zetten, hij zou eerst het water moeten opnemen uit dat zand. Uh-huh. Maar je krijgt het water direct. Dus zolang je het weer krijgt, hij kan een langere tijd overbruggen van geen water krijgen. Omdat die wortels sneller het water opnemen. Uh-huh. Dit is die aquaponics. Hij pompt dan wat er komt daar, ze heeft ook een andere kleur. Hè?
En die gaat dan in deze baan. En water met opgeloste voedingsstof gaan weer terug. Het is circulair en die komen allemaal terug. Dus nu gaan ze in die buizen. En die gaat nu langs alle wortels. Als je diezelfde plant die ik net heb gezet. Die ik net heb geplant hier. Mm-hmm. Deze toch? Mm-hmm. Zie je? Dan begin je gelijk naar te worden en opgenomen. Niet te direct op. Oké. En dan? Binnen no time heeft hij meer wortels. Dan gooi je het sneller. Nou meneer Cedric, in de bijgroen tomorrow. Nee. Ik heb toch iets gezien. Stak maar aan het roeien, groot tapsier. Kunt u misschien ons een beetje vertellen hoe het komt? Of waar mijn goed ligt? Elke plant zoekt naar maximale zonlicht. Okay. En als je een schaduwgaas hebt, en er is één klein gaatje erin, laat maar op boor op zo. Okay. En als je daar boven komt. Want ik ben vergeten, ik heb laatst aan het roeien geoosten. Ik heb die niet kunnen oosten. Die over het hoofd gezien. Ik heb hem over het hoofd gezien, aboren roeien. Ja. Nou mooi. En nu voor die ding. Ja. Ik heb laatst al geoest voor de potjes dan. Dus is het nakomen. Dan kan ik hiervan misschien zaden maken en zo. Maar meestal maak ik geen zaden hoor. Ik koop geen plantjes. Nou meneer Cedric, we hebben een vraag gekregen van via FB. Mm-hmm. En een boer of een Facebook persoon genaamd RS Shu. Mm-hmm. Die heeft een vraag. Pieper, krulbladeren. Heeft u misschien bestrijdingsmiddelen, biologische bestrijdingsmiddelen voor? Kijk, ik hou niet van het gebruiken van chemische dingen. Als je krulbladeren hebt, ik heb ook een heel goed contact met de mensen van de groenteonderzoeker van LVV. En als ik iets merk bij mijn planten, ben ik snel bij mevrouw Del Prado of bij mevrouw Shirley. Van mevrouw Shirley, ik heb dit gezien bij mijn plant, wat is het? En dan legt ze me meestal uit wat er aan de hand is. Dus soms kan je hebben bij krulbladeren, soms kan het zijn schimmel, soms kan het zijn een fungus. Mm-hmm. Je moet nagaan wat het precies is. Mm-hmm. Als je, vooral bij hydroponics hoor, die bladeren van hydroponics, doordat ze geen niet in aarde zijn, zijn die bladeren zachter en rupsen houden er verschrikkelijk van. Schimmels ook. Dus dan kan je hebben krulbladeren. En ik heb krulbladeren bij mij wel gewoon behandeld met neemolie. Okay. Neemolie, een paar druppels neemolie op een liter, een halve liter water, warm water, je sikking. Dan, je mag hem zelf proeven, hij moet bitter zijn. Zolang het bitter is voor jou, gaan schimmels en zo niet eraan gaan, want ze hebben ook smaak. Ze hebben dus ook geen ketchup ervoor te zetten, maar ze houden er al van zoals het is. Okay. Maar als het bitter maakt, door gewoon met neemolie erop te gaan, als je die neemolie ook een beetje oplost met zeepwater, dan gaan ze niet meer eraan. Okay, maar dat is als het een schimmel is ofzo. Als het een fungus is, dan moet je wel kijken als je een ander middel kan gebruiken. Want niet alle schimmels en fungusachtige insecten zijn gevoelig voor bittere bladeren. Ja. Soms als het bitter is, dan maak je dan direct weg, maar andere blijven het misschien soms nog aan voor u. Maar voor zover uw ervaring, u heeft bijna geen last van dat soort? Nou, ik had laatst nog deze antroaplant die je hier ziet. Zo veel groter moeten zijn, maar vanaf hier, kijk, al deze bladeren zijn gegeten door rupsen. Dus nu pas komt hij weer op. Het is makkelijk herstelbaar in zo'n systeem. Ja, het is makkelijk herstelbaar in zo'n systeem. Maar je moet het ook continu monitoren. Want ik kom s'avonds vaak voor met mijn flesjes om te kijken. Want rupsen en zo zie je pas s'avonds. Pas s'avonds zie je ze. Je ziet ze overdag niet. Maar overdag ga je ze niet zien. Okay. Nou meneer Cedric, ik wil dat je graag tangen. Oké, dank u. Alla de koning, een ervaring natuurlijk. Geen bepaald. Ja, moet je bepaald. Graag tangen. Voor uw uitleg. Ja, ik ben blij dat ik een beetje inzicht heb kunnen geven over wat ik ervan heb. Ik ben niet alwetend, ik ben ook lerend. En ik heb ook mensen die als ik wat niet weet, ik ze ook even bel. Bijvoorbeeld meneer Pauw niet, ik bel hem van, ik heb dit gezien. En zo leren we van elkaar. En ik ben blij als anderen iets hebben kunnen leren hieruit. En ik ben blij dat jullie het ook doen om die kennis te brengen naar mensen. Oké, dank u. Thank you. Yes. Nou, dat was het voor deze aflevering. We hadden een kleine rondleiding samen met meneer Cedric. En eigenlijk koopt hij geen groenten meer. Hij heeft zo'n systeem, ja, een aquaponic en een hydroponic. Eigenlijk om zo'n systeem te hebben, heeft hij eigenlijk wat duitjes, wat visjes. En hij heeft ervoor gekozen om de vissen te voeden en de vissen op hun beurt de planten. Beste kijkers, heeft u een van onze afleveringen gemist? Wees gerust, bezoek onze website, Facebookpagina of YouTube channel.